Humphrey Remy staat ook al jaren langs de lijn bij Heracles. Wat verwacht je van het komende seizoen? Nou, het is moeilijk te voorspellen. Je hoopt natuurlijk altijd in eerste instantie dat je na 17 jaar, als je weer terugkomt uit de KKD, dat je in het eerste jaar handhaaft. Nou, ik denk dat dat op zich wel mogelijk moet kunnen zijn. Met clubs als Volendam, Excelsior, die dan boven normaal gepresteerd hebben. En Zwolle, waar feitelijk geen geld is. Dat je daarboven kunt eindigen. Dus zou ik als supporter natuurlijk al blij zijn dat we ons gewoon kunnen handhaven. Het zou leuk zijn als het meer wordt. Maar goed, dat verwacht ik zelf niet. Er zijn wel een aantal nieuwe aanwinsten. Heracles heeft kennelijk wel geld. Wat vind je van die aanwinsten tot nu toe? Nou, ik kan er niet ontevreden over zijn. Ik denk dat de beste, denk ik, nog moeten komen. Is mijn beleving. Wat verwacht je van het seizoen? Ja, ik verwacht, ja, je wordt geen kampioen, maar ik denk wel dat er, het zit er wel in, denk ik, om in ieder geval de Eredivisie te blijven. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja. Waarom? Ja, gewoon een aantal nieuwe aanwinsten en vorig jaar wel goed gespeeld, nog kampioen geworden, dus ik denk dat het wel kan. Wat vind je van de nieuwe aanwinsten? Ja, wel goed. Ik weet niet, ja, ze hebben nog niet veel van gezien, maar ik denk dat het wel goed gaat komen, ja. Ja, dat dacht ik al wel. Ja. Zo langs, nou, terug uit Frankrijk, weer bij het stadion in de buurt, niet in het stadion, de eerste training. Hoeveel handtekeningen heb je al gezet? Ja, redelijk veel, maar dat is alleen maar leuk. Ik bedoel, daar moet je altijd tijd voor nemen. Dus behoorlijk veel belangstelling voor zo'n eerste training, wat zeg jou dat? Ja, dat doet je goed. Dat wil zeggen dat het leeft hier, dat de mensen er ook weer zin in hebben. We hebben toch 4 weken vakantie gehad en wij hadden er zin in. En dan zie je dat de mensen toch ook weer zin hebben om naar een training te komen kijken. Hoe is de groep de vakantie doorgekomen? Kun je daar al wat van zeggen? Ja, de groep is waarschijnlijk de vakantie. Die krijgen een programma mee en dat kunnen we op GPS allemaal uitlezen. Dus we weten precies wat ze gedaan hebben. En ze hebben ook voldoende tijd vrij gehad, maar ze hebben toch ook wel wat moeten doen. Dus de surveillance-samenleving is ook in het voetbal door? Ja, maar dat is geen surveillance. Dat is gewoon onderhouden. Ik vind ook de eerste 2 weken moet je eigenlijk helemaal niks doen. Of mag je vrij zijn. Maar op het moment dat je 4 of 5 weken vrij bent, dan kun je gewoon heel veel conditioneel verliezen. En dat wil niet zeggen dat ze elke dag vol moeten trainen, maar wel dat ze iets moeten doen. Er is een aantal nieuwe aanwinsten. Er is nog niet voldoende. Ik denk met name in de spits zijn jullie op zoek naar iemand, hè? Ja, klopt. We willen nog een spits erbij en misschien zelfs 2. Maar daar zijn we nog mee bezig. Je hebt bijvoorbeeld Armenteros in de spits. Die is er vandaag niet bij. Hoe staat het met zijn contract? Nou, zijn contract is afgelopen. En we hebben gezegd dat we gaan kijken voor een eerste spits. En dat is de eerste prioriteit. En daarna kunnen we verder kijken. Hij zou dus ook nog als tweede spits terug kunnen komen? Ja, maar hij is zelf ook aan het rondkijken en wij kijken ook rond. Dus dat is even afwachten. Hetzelfde verhaal met Azoui? Ja, met Azoui, maar we hebben in ieder geval al wat buitenspelers hebben erbij. Dus dat zou wat moeilijker worden om terug te komen. Die is ook nog aan het kijken. Met name de Limbombe is een buitenspeler met heel veel snelheid. En een jongen die in de diepte kan. En ik vind het een jongen die nog heel veel potentie heeft. Die nog niet op 100% van zijn kwaliteiten zit. Dus daar is een jongen met heel veel rek. En dat is belangrijk, dat ze door kunnen groeien bij Heracles. Dan halen jullie ook nog Jetro Willems, een 22-voudig international. Die moet met zijn ervaring het verschil maken. Nou ja, Jetro die voegt iets toe aan het elftal wat wij misschien wel eens tekortkomen. Dat is ervaring, dat is, die weet wat er gevraagd wordt in de Eredivisie. En dat is belangrijk, hè? We hebben heel veel jonge jongens die zich alleen nog maar verder kunnen ontwikkelen. Nou, hij is daar ook een belangrijke jongen in. Vorig jaar kampioen geworden en 100 doelpunten gemaakt. Wat is de doelstelling dit seizoen in de Eredivisie? Kampioen en 100 doelpunten. Nee, kijk, in eerste instantie is het handhaven. Maar wij willen dat doen met aantrekkelijk voetbal, aanvallend voetbal.
Wat wordt de grootste uitdaging? Nou, eerst erin blijven. Dat is bescheiden handhaving. Nou ja, ik denk dat dat belangrijk is dat je je eigen handhaaft. We hebben vorig jaar het kunnen omzetten dat we in één jaar terugkwamen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Dus je moet zorgen dat je erin blijft en dan moet je doorgroeien als team. Deetro Willems, nou, welkom bij Heracles. Je hebt de eerste training net achter de rug. Hoe bevalt het je hier? Ja, goed. Rustig. Het is anders dan Rotterdam en Groningen natuurlijk, waar ik afgelopen seizoen was, maar het bevalt me wel. Even vorig seizoen, hè? 7 wedstrijden heb je gespeeld voor Groningen. Ja. Snel vergeten dat seizoen? Nee, ik denk dat dat leerzaam is. Dat zijn ook van elke negatieve natuurlijk het positieve eruit halen, toch? Met jouw ervaring, kampioen geweest, interlands gespeeld, kun je toch nog iets leren? Tuurlijk, waarom niet? Nee, wat heb je daarvan geleerd? Heel veel. Ze hebben me ook andere mogelijkheden geboden. En daarvan heb ik ook geleerd. En je leert dat elke situatie anders is natuurlijk. En de Eredivisie is niet als de Eredivisie toen ik bij PSV speelde. Dus dat is ook weer anders. Je speelt bij een ander soort club. Dus dat vergt ook heel anders. Wat verwacht je van dit seizoen bij Heracles? Ja, iedereen, ik heb al 4 interviews gehad en iedereen vraagt het gelijk aan me. Maar ik wil geen titel geven of aandacht geven nu aan dat soort dingen. Ik denk dat als ik nu iets zeg en het is aan het einde van het seizoen anders, dat jij de eerste bent die naar me toe komt. Zeker weten. Dus ik gooi niet graag mijn eigen glazen in. Dus laat me zeggen, gewoon goed voorbereiding draaien. En dan eerste wedstrijd tegen Ajax en dan gaan we gewoon ervoor. De trainer zegt handhaving. Dat is wel heel bescheiden, maar dan zit je altijd goed natuurlijk. Realistisch. Realistisch? Dat wil je toch horen? Ja. Wat zou jouw rol worden hier in deze groep? Ik denk als ervaren speler gewoon de jongens helpen en bij elkaar houden op het veld, in het veld en natuurlijk buiten het veld. Er is een aantal jonge spelers die ook nog weinig ervaring hebben. Dat heb je al vaker meegemaakt, denk ik. Ja, zeker. Dus vandaar dat er een speler zoals ik die natuurlijk sturing kan geven. Hoe vind jij de kracht in de voorhoede van Heracles op dit moment? Ja, eerlijk gezegd, dit is mijn eerste training. En ja, we gaan het nog wel zien. Het ging bij mij ook niet in het begin hier zo lekker, dus we gaan het wel zien. En ik denk dat het bestuur en de trainer wel die mogelijkheden hebben om natuurlijk een goed team van te maken. Dus daar vertrouw ik op. Ik vond nogal een verrassing, Jetro Willems, helemaal naar Almelo. Hoe is dat tot stand gekomen, die contacten? Ik ken natuurlijk Nico Jan via Justin ook. Heb ik mee gespeeld en die had me opgebeld en... Vanuit daar is alles heel snel gegaan. Woon je ook al hier? Ja. Waar woon je dan? Waar woon ik? Dan kom je dan inbreken of zo. Of stuur een paar... Je woont al in Almelo? Ja, ik woon al in Almelo. Hoe bevalt het hier? Is mijn eerste dag, hè? Eerste dag. Ja, dus als je wat opties hebt, laat me weten.